mensen, top dat jullie bekijken. Een tijdje geleden hebben jullie kunnen zien dat ik een trike heb gebouwd van de voorkant van de Volkswagen Golf en de voorkant van een Yamaha motorfiets. En jullie vroegen al, wanneer ga je weer verder aan de trike? Nou, kijk eens naar het weer. Perfect weer om aan een trike te werken. Eigenlijk beter weer om met een trike te rijden, maar ja, daarvoor moet je eerst af zijn. Hey, kom even kijken wat er allemaal moet gebeuren. In de tijd dat hij hier heeft gestaan, heeft hij wel iets geleden. Bijvoorbeeld daar zo. Daar is van het aardappelkanon. Nou ja, gelukkig hebben we dat stuur niet meer nodig om te sturen, want het stuur zit nu daar. Dus die raam, daar hebben we geen problemen mee. Ja, wat wel vervelend is, is dat diesel, die heeft zich zeg maar vergrepen aan de benzineleidingen. Kijk maar. Helemaal aangevreten. Ja, diesel houdt meer van dieselleidingen in plaats van benzineleidingen. Ja, misschien houdt hij juist van benzineleidingen en heeft hij ze daarom geprobeerd op te eten. Nou ja, daar moet in ieder geval gerepareerd worden. Verder was het ook nog niet klaar. Er zit bijvoorbeeld nog geen radiateur in. Dat is met dit weer toch wel erg handig, want ik denk dat hij heel snel oververhit raakt en dat we de motor in de soep draaien. Dat zou zonde zijn. Ja, dit misschien nog maar vastzetten ook wel. De automaatkeuzehendel. Als het goed is, had ik ook nog een gaskabel. Ja, hier zo. Bliep, bliep, bliep. Die moet ook nog ergens aan. Dit is niet echt handig gas geven. Ja, als we dan toch bezig zijn, is het misschien ook wel handig om ook even een rem te maken. Wel zo veilig. Stuur achter fixeren. Het is best leuk als je met tweeën kan sturen. Ik kan er nog een tweede stoel opmaken. Of het stuur naar voren brengen. Ook vet. Wow, een driewiel gestuurde trike. Niemand heeft een driewiel gestuurde trike. Misschien is het ook wel met een reden. Misschien valt hij wel makkelijker om. Maar daar komen we dan ook vanzelf weer achter. Oké, genoeg geluld. Ik ga iets doen. Ik ga beginnen om de rem in orde te maken, denk ik. Dat is wel het belangrijkste. We hebben één rem. Dat is deze. Dat is de voorrem. En die is ruim onvoldoende om het ding stil te zetten. De voorwiel slipt gewoon. Die heeft niet genoeg druk. Die gaat dit niet stilzetten. Als ik het ding in drive zette, het is een automaat, dan begon hij al uit zichzelf te rijden en de voorwiel slipt gewoon. Dus dat is levensgevaarlijk. Dat werkt niet. Wat ik heb bedacht. Het achterwiel van die motor is weg. Dus daarom hebben we hier zeg maar een werkeloos pedaal. Nou, verder hebben we zeg maar hier een perfect rempedaal die het gewoon heel erg goed doet. Ja, alleen aangezien hier geen stoel is om te zitten en te remmen. En ja, dit stuur werkt zo ook niet zoals het nou zit. Is dit rempedaal ook nutteloos. Maar wat hier zit... Hoi, hallo, ik ben de rempomp. Ik zit in mijn knussenhoekje. Dat klopt, maar niet voor lang, rempomp, want jij gaat daar weg. En jij gaat naar... daarvoor. Daar ga jij naartoe. Met een stangetje vanaf daar, leidingen verlengen naar daar. Zo, kind kan de was doen. Het idee is klaar. Nou alleen nog even maken. Goede tweedehands remvloeistof. Gaan we die weggooien? Die gieten we er straks weer terug in natuurlijk. Niet doen bij een goede auto. Remvloeistof kan namelijk vocht opnemen. Komt er water in je remvloeistof te zitten dus eigenlijk. En water gaat koken bij 100 graden. Remvloeistof niet. Wat er dan gebeurt, is als water gaat koken krijg je dus dampbellen in je remsysteem. En damp, die kun je samen drukken. Dus als je dan op je rem trapt, dan druk je de dampbellen samen. En dan werkt je rem dus niet. Dus daarom is het wel goed om eigenlijk in je auto wel gewoon goede remvloeistof te doen. Maar dit is wel prima voor dit. Thanks.
Mechanisch is die rempomp in orde. Maar nou nog hydraulisch natuurlijk. Want die leidingen die gaan nou niet naar die pomp. Die heb ik net losgeschroefd. Dus. Maar hier zit een leiding. Nou, die leiding daar heb ik niks meer aan. Die is gewoon te kort. Maar die nippel die er zit, die heb ik wel nodig natuurlijk. Want ik ga even een nieuwe leiding persen hoor. Remvloeistof reed trouwens autolak op. Dus als je aan je goede auto aan het werken bent en je knoeit het ergens, schoonmaken. Anders gaat het keihard roesten. Dat is één. Hop. En twee. Die is te kort. Hartstikke idee. Deze is een stuk langer. Deze koperen leiding. En die kan ik persen met dit gereedschapje. Die stukjes die ik net afgeslepen heb, zie je? Die hebben daar een verdikking aan het eind. En daar zit de wartel achter. Ja. Deze leiding. Die is recht. Zeg maar. Dus die moeten we even persen. Eerst de nippel eraan natuurlijk. Kijk eens, 100 punten. Allebei de kanten zijn klaar. De leiding kan gemonteerd worden. Even er terug in vogelen. Dat is in ieder geval meer dan lang genoeg. Beter te lang dan te kort. Dat is een leiding die komt van de andere kant. Even een stukje eraf snijden. Nummer 2. Onze gebruikte remvloeistof. Nou, de rempomp erop zit, de vloeistof erin zit, is het belangrijk dat we nou de lucht uit de leidingen kwijtraken. En daarvoor moeten we ze even ontluchten. Daar heb ik een klein slangetje voor nodig. Heb ik hier. Dit is een slangetje voor de ruitensproeier. En aangezien we de ruiten toch niet meer nodig hebben en de ruitensproeier dus ook niet, is dit een heel perfect slangetje om remmen mee te ontluchten. Zo. Plop. Het hoogste punt van de remklauw, daar zit de ontluchtingsnippel. Dat is eigenlijk gewoon een nippeltje, dat werkt net als een kraantje. Die kun je met een sleutel een beetje loszetten, daar kan de lucht eruit. En dan is het handig als we op die nippel even een slangetje zetten. Want dan kunnen we die vloeistof die we aftappen, samen met de lucht, opvangen in een bakje. Daar zie je de ontluchtingsnippel. Zo, die is los. Daar een slangetje op. Rem ontluchten. Nou, dat doe je zo. Pompen. Vast. Nippel lopen. Zo. Pompen. En vast. Zie je dat spetteren? Dat is lucht. Dat ontluchten dat moet je een aantal keer doen, totdat er op een gegeven moment geen lucht meer uitkomt. Dan weet je dat hij ontlucht is. En dat zul je ook voelen in het rempedaal. Want als er heel veel lucht in zit, dan voelt hij een beetje sponsig. Net alsof je een veer indrukt. Maar op een gegeven moment, als die lucht eruit is, dan voelt hij harder, kun je hem minder ver intrappen. Op deze kant is in ieder geval vast goed. Nou, die andere kant nog even. De andere kant daar kan ik niet bij. Dat is een beetje lastig, mijn arm is niet lang genoeg. Ik kan niet terwijl op het pedaal trappen en daar de nippel losschroeven. Heb ik iets op bedacht.
Op tijd. Zo. En geen druppel nieuwe vloeistof gebruikt. Nou, dat zag er allemaal heel interessant uit. Maar laten we eens even kijken of het ook werkt. Dat zou ook leuk zijn natuurlijk. Starten doet hij nog niet. Want mijn grote vriend Diesel daar, die heeft de benzineslang afgevreten. Dus ja, dat wordt even duwen gewoon. Beetje jammer. Hoppa! Hoppa! Ho, ijzers! 100 punten! Kunnen we binnenkort een keer serieus gaan rijden? Nadat ik de benzinetank, de radiateur, de gashendel, nadat ik dat allemaal gemaakt heb. Hey mensen, bedankt voor het kijken en tot de volgende!